Nou zit er onvoldoende instroom voor jongeren in de sector. Wat doe je daaraan, Piet? Ja, verschillende acties heb ik daarvoor opgezet. Mm-hmm. Ten eerste, afgelopen jaar hebben wij een filmpje gemaakt dat ook via YouTube te vinden is. En dat heet Er zit groei in de boomkwekerij. En dat is een specifiek promotiefilmpje dat uitlegt hoe de boomkwekerijsector in elkaar zit. Maar ook welke beroepen er in de sector zijn. En daar worden wat interviews gegeven en dergelijke. En dat is gewoon een heel dynamisch filmpje om jongeren in beeld te geven wat de sector nu inhoudt, in ieder geval. Ja. En in dat filmpje wordt ook doorverwezen naar een bepaalde website. Dat is ook mijn eigen website. Die heet www.talentboom.nl. Ja. En daar staat allerlei informatie op over werken in de boomkwekerij en leren in de boomkwekerij. Ja. En iedere werkzoekende onder andere, of jongere die iets over de boomkwekerij wil weten, die kan daar allerlei informatie terugvinden. Ja, nou zeg jij dat er verschillende functies zijn in de boom. Ja. Maar waar moet ik dan aan denken? Ja, daar kijken mensen ook zich op. Iedereen denkt dat het alleen maar werken is met de handen in de klei. Mm-hmm. Maar er zijn ook verkoopfuncties, er zijn logistieke functies, administratieve functies. Zijn die zo anders dan de andere normale logistiek? Nee, alleen je werkt met een groen product. Ja. En dat is de enige specifieke kenmerk. Ja, precies. Maar heel veel mensen die ook solliciteren of die denken niet gauw aan de boomkwekerijsector als een mogelijkheid. Terwijl daar dus ook die heftruckchauffeur nodig is, of die kraanmachinist, of die logistieke manager. Maar dat is dan vaak met name voor de grotere boomkwekers, of niet? Ja, maar de bedrijven worden ook steeds groter en specifieker wat dat betreft. Dus die behoefte ligt er gewoon ook. Ja, er is echt schaalvergroting aan de gang? Ja, 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 dat moet wel om uiteindelijk Toch nog winstgevend te zijn. Winstgevend te zijn, inderdaad. En natuurlijk, kleine bedrijven die kunnen ook klein goed renderen, maar dan wordt steeds moeilijker. Wordt steeds moeilijker of men moet nevenactiviteiten erbij gaan doen. Dus als een zorgtak of een verkoop aan particulieren of andere vormen erbij om toch de risico's te spreiden en vanuit verschillende bronnen eigenlijk geld binnen te halen. De SEC, het groeien, laten groeien, opgroeien van bomen en die verkopen, dat is niet meer voldoende? Nee, dat is voor de kleinere bedrijven wordt dat steeds moeilijker in ieder geval. Oké. Okay. Nou, we gaan luisteren naar een persoonlijke voorkeur van mij voor vanavond. Hier komt Guus Meeuwis met Brabant.